The savage, rocky shores of Christmas Island, 200 miles south of Java in the Indian Ocean. It's November, the moon is in its third quarter, and the sun is just setting. And in a few hours from now, on this very shore, 1,000 million lives will be launched. Deze krabben behoren tot een soort die alleen op Christmas Island voorkomt. Het zijn allemaal wijfjes en ze zijn op weg naar zee. Nu het donker wordt, komen er steeds meer tevoorschijn. Het is bijna middernacht. Hun aantallen zijn alleen maar te schatten, maar op het hele eiland kunnen het er wel zo'n 120 miljoen zijn. Bijna alle volwassen wijfjes hebben deze avond uitgekozen om hun eieren af te zetten. Like this is carrying about 100,000 eggs, and she has to shed them directly into the sea if they are to hatch. But that's a hazardous business for her because she can't swim. So if a wave sweeps her away, she will assuredly drown. But nonetheless, her compulsion to launch the next generation is irresistible. And when at length she does reach the sea, her triumph is apparently ecstatic. De krabben gaan naar zee als het hoog water is, omdat ze dan de afstand naar de wateren waar ze de eieren afzetten zwemmend kunnen overbruggen. Door het enorme aantal eieren is het heldere oceaanwater veranderd in een troebele zwarte brei. Als het licht wordt, trekt het water zich terug en worden de eieren meegezogen naar open zee.